Casper de Norre, na twee seizoenen nog eens terug op de leunen. Ik ben even weg geweest. Ik heb hier vorig jaar denk ik nog een oefenmatch gespeeld met SCV, maar het is altijd leuk om hier terug te komen. Je speelde hier in eerste amateurklasse, je gaat dan terug naar je moederclub, zal ik maar zeggen, STVV, en je belandt daar meteen in het eerste elftal. Ja, dat was eigenlijk een beetje onverwacht. Ik ging wel met de ambitie terug om daar zoveel mogelijk in de kern te zitten. Dat seizoen zoveel mogelijk op de bank zitten en zo speelminuten te vergaren. Maar uiteindelijk is het allemaal anders gelopen. Ben ik op een andere positie terechtgekomen, op linksachter. En heb ik heel het seizoen bijna alles gespeeld. Dus soms kan het snel gaan in het voetbal. Je zit hier op de herfststage van de jeugd. Wat kan je jonge voetballers meegeven? Wat kan ik ze meegeven? Ik denk dat ze altijd moeten blijven werken. Ook al zijn er momenten dat minder gaat of dat alles een beetje tegendraait. Dat je dan twee weken later opeens toch iets in je voordeel kan vallen. Waar je, als je het goed doet, dan kunt vertrekken eigenlijk. En zo heb ik het zelf ook meegemaakt. Je bent nu op dit ogenblik gekwetst? Ik heb een scheurtje in mijn ligamenten. Ik heb twee weken geleden een trap gehad op mijn voet. Ik ben nu wel terug met een dikke tape en wat pijnstillers aan het meetrainen. En hopelijk ben ik binnen een paar dagen er volledig vanaf. Je speelt op STVV, dus op kunstgras. Is dat niet extra belastend voor je gewrichten? Ik ben ook wel gewoon. Ik heb in de jeugd ook al vaker op kunstgras gespeeld. En ik speel nu toch al een vier seizoen, buiten dat seizoentje hier, dan in Sint-Truiden. Dus ik ben het wel gewoon om daar op kunstgras te spelen en te trainen. Het draait goed in Sint-Truiden, hè? Het liep heel goed tot de vorige interlandbreak. Daarna hebben we nu wel de laatste drie matchen 1-9 gepakt. Maar daarvoor was zeker het voetbal heel goed. Hebben we denk ik een periode gehad waar we 13-15 pakken. Dus dat was echt heel goed. We hebben nog altijd de voeling met play-off 1. Dus ik denk nu zondag hebben we een match tegen Zulte thuis. Dat wordt heel belangrijk. Als we die winnen, dan kunnen we misschien zelfs in play-off 1 komen. Dus hopelijk geraken we daar op het einde van het seizoen. Play-off 1, is dat de ambitie van de club? De ambitie van de club is om binnen de drie jaar één keer play-off 1 gespeeld te hebben of play-off 1 te spelen. Dus als we dat dit jaar kunnen halen, dan is dat het doel al. En ik denk, we zijn goed op weg nu. En als we nu kunnen niveau aanhouden wat we nu hebben, dan kan het wel eens zijn dat we erbij gaan zijn. Oké, Casper, bedankt en nog heel veel succes bij STVV. Dank u wel.